Wij vinden het in ieder geval verschrikkelijk. Hey, hallo allemaal en goedenavond weer. Hey. José. Marco. Yes. Welkom bij onze sleutelavond. Achter ons staat nog steeds project NECAF. Dit wordt deel 18. Ja, ja. En 18 lijkt een beetje op 13 qua nummer. Ongeluksgetal. We hebben zojuist een expert hier gehad. Die al, 30 jeeps heeft gerestaureerd. 31 heeft gerestaureerd. En nog een gevalletje meer aan motoren heeft gereviseerd. Het is niet te goed. Hè? Mm. Nee. Ja. Roger is er een beetje stil van. Het gaat geld kosten. Ja. Dit kunnen wij helaas niet zelf doen. Het blijkt dat er is iets met de krukas, waarschijnlijk. Is het of te vast, of komt er in ieder geval op neer dat de motor grotendeels gereviseerd zal moeten gaan worden. Ja. Ja, ja, dat gaan we doen. Ja, dus de motor mag er weer uit. Mm-hmm. En alles wat we er zo mooi opgeschroefd hebben, dat mag er weer vanaf. Tot aan de bobine die blijft zitten en... Nee, de hele ontsteking blijft zitten. Ah, de hele ontsteking blijft zitten en de rest gaat er zo ongeveer alles vanaf. Ja, en dan gaat het naar die meneer toe, waarvan we de naam niet zullen noemen. Daar had het druk zat, zei hij. En ons blok wordt gereviseerd. Ja, en dan hebben we hopelijk binnen niet al te lange tijd, maar ik verwacht volgend jaar... Klinkvaar, ja, dat valt wel mee. Dat valt mee. Dan hebben we in ieder geval een werkend blok. En in de tussentijd hebben wij dan onze handen vrij om ezelwerk te gaan doen. Ja, we kunnen wel een beetje plaatwerk sleutelen. En, zal jullie trouwens dadelijk ook nog iets laten zien waar ik mee bezig was. Roger die moest aan het werk en waar ik mee bezig. Maar dat doen we dadelijk wel even. Sorry dude. Hebben we al koffie gehad? Ja, net. Oh ja. Zonder vla helaas, geen vla. Oh, dat kunnen we wel nog doen dan. Ja. Lekker hoor. maar we moeten alles weer uit elkaar gaan halen. Was dat sowieso eigenlijk de bedoeling? Om de boter weer eruit te halen, toch? 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 Ja, zeg maar ja, kijk eens. Oké, ja, dat was de bedoeling. Ja, dat was de bedoeling. Want dat hadden we ons bedacht, hè? Motor lopen, dan weer eruit en verven alles. Ah zo, ja, snap je? Klopt. Weet je nog? Ja, ik ben nog. Ja, ik had verdrongen. En nu zijn we dus nu, halen we weer alles eruit om weg te brengen. Dus, de kop is... wat voordeel, we worden er wel steeds beter in. Mm-hmm. We worden dadelijk ook experts. In motor eruit halen, erin halen. Ja, erin halen. Erin zetten, ja. Potato. Dus, zullen we maar beginnen? Ja. Oh, ik ga even laten kijken wat ik nog aan het doen was. Ja. Even aan mijn hier aan dit gebakje wat hier staat. Goed, dan doe ik wel wat afwerken. Oh. Ik was dus bezig aan deze auto. Is the car for my wife. Kunnen jullie raden wat het is? Weet er niemand? Nou, als je het weet... Wat? Jij mag ook raden en de hoofdprijs is een stuk fly. Auto, ja, ik moet het daar even nog wat over hebben trouwens. Als iemand het weet, zet het onder in de comments. Als je weet wat het is. En ik was hier aan deze kant bezig. Ik zal hem eventjes in je... klein stukje. Klein stukje omhoog laten gaan. Lookie, there's a hole in my body. Ik ben er vrij zeker van dat dit er niet in thuis hoort, Roger, dat gat. Toch? Hier zit dus een gat. Hmm. En daar had ik al één plaatje in vernieuwd. Tenminste, het zit erin, het moet alleen nog vastgezet worden. Ja. Dus.
Ja, daar is het mee begonnen ooit, met dit hier. En er is natuurlijk water langs deze zijkant zo naar beneden gelopen. En er zit roest bij. En dan zit er onder de teer en onder de kit en zo. Dat rolt lekker verder. Maar we proberen het nou een beetje aan te pakken. Goed, we gaan weer naar de culprit at hand. De nek af. Oh, trouwens. Dat had ik me even willen zeggen. De winnaar van onze motorsteun giveaway. Mm-hmm. Johan van der Vee. Klinkt helemaal niet crimineel. Nee. Maar? Johan van der Vee, alias de Hakkebar. Die wilde ook vanavond even komen, maar omdat onze Jeep Doctor kwam. Johan, het is leuker als je een keer komt, dan hebben we alle tijd voor jou. Huh? Zeker als die motor eruit is, dan kun je fijn meehelpen met schuren en van alles. Je moet er wel wat voor doen. Natuurlijk, ja, mijn knopje losmaken. Maar... Dat je straks had, of... Een dikke nek, hè? Ja. Ja. Thanks, buddy. En, maar dat komt nog in orde. Als je tijd hebt, kom je gewoon volgende week. Yes? Of ja, als je dit ziet, dan is het aanstaande woensdag. Ja. Nou, we gaan sluiten. On va démonter le dynamo. Oh, trouwens, even eerst de olie afladen. Wat ook nog wat wrong? Je speelt some gasoline. Yes. Oh boy. Help. Yes. Ja. Don't help them. Your wife will love you. For that smell. I know mine does. Mine does. Je bent blij dat ik thuis kom, hè? Sorry, buddy. Dus, Not de knie! Jongen! Zo'n grote vuurbal, jongen! Ja, daarover gesproken, ik had het New Kids laten zien. Wat? New Kids. New Kids? Nou, A, mijn vrouw vond de taalgebruik niet helemaal opvoedkundig. Really? En ze konden ook niet echt de humor appreciëren. Nee? Ja, gek. Dat is een mannendingetje waarschijnlijk. Ik ben nog wat sleutels mee. Do you remember? Tu vas démonter le dynamo. Ja hoor, maak hem maar kapot. Nee hoor, die was ook kapot. Of op zijn mens? Rusty. Oh, dat is. Ah, dat is een hoor in de pocket. Oh shit. Dat is zwaar, hè? Het spruitstukje is er vanaf van jou. Die bremsen, Rangina. Die bremsklutsen en dan gaat het ganz goed met die. En alles erbij. Dat brengt de Bezen aan en alles nog in de Eisen zusammen. Von daher gibt es gar nicht. Voor jou, cadeautje. Oeh, lief hè? Hallo. Hallo.
is hier Steampunk Radio. Steampunk Radio. Steampunk Radio. Niks serieus in het man. Oh. Moeten we nog labelen of zeggen we... We got this. I got this. Zo. Is die jongen hij die naar de dag? Ik kan de kop in erop zetten. Flikken de pakking erop. Goed liggen, hè? Goed liggen, hè? Ja. Are you sure? Ja. Wil er iets? Mm-hmm. Wat dan? You don't know? No. Ah. Laat bij de boot zitten, hè? Tegen jou van mij. Dat is of course, it doesn't fit. Make your sphincter go like a rabbit's nose. That's what she said. Ah, lekker jongens. We zijn er bijna. Yes. En de kop weer vastzetten. Want we brengen de motor in zijn geheel. Ah, de... De restaurateur? De Jeep Docteur, hè? De Jeep Docteur. Ja, voilà. Er moeten twee langere zijn, hè? Eerst het grotere stangen erin te schuiven. Zo. En dan tegen laatst. De bougies kunnen erin, hè? Denk ik. Goed. Dus, dat lijkt me niet meer goed. Ik had er al een opvangbak. Ja, super. Hartstikke leuk. Zal ik de olie even aflaten? Misschien willen de kijkers even meekijken. Zal ik de olie aflaten? Hoe fout het dat gaat, want het gaat geheel fout als ik dat doe. Ik heb de benzine afgelaten. Oh, sorry. Wat een noob. Nou, 21 meter schroefdraad. Oeh, lekker. Hartstikke schoon die olie. Zie je dat? Greenish, brownish. Greenish, ja. Ja, oké, de kijkers geloven het al. I think I got it. Zo, even het uitleggen. Wat zei je? Die Peugeot. Ja. Yeah. Wordt ook off-road meegereden. Ja, er liggen geen dikke wielen onder, geen off-road banden, maar toch wordt daar dus flink mee off-road gereden. Dus, mevrouw de eigenaresse, mocht u kijken, dit behoeft een wasbeurtje. Ja, want anders krijg je dat wat aan de achterkant... Ja, dan kan er dus roest aan ontstaan. En dan mag deze meneer, ik dus,
die mag dan weer gaan lassen, bakken en braden. Ja, je kunt het meer bakken en braden noemen dan lassen, want ik ga er absoluut niet vanuit dat ik dat kan. Doe maar wat. Cheese, wine, merlo, boelsteintje. Lekker hoor. Lekker, ik weet niet. Mooi grap. Jongen, ik heb echt weer een boot van hel. Een boot van hel. Daar heb ik ook wel eens last van, tenminste als ik zware tafel heb. Een boot van hel. Ik denk dat de kijker ondertussen wel de klots ervan hebben om ons van de achterkant te zien. Nou, misschien moeten we de camera even draaien, dan kunnen ze mij van de achterkant zien. Ons. Nee, ons. Hey, als jij nou ook even mijn bootje vasthoudt. Ik hou niks vast wat van jou is. Lukt het niet? Hè? Ratatatarara. Ratatatarara. Is het nu of is het een? Ja, snap je? Nou, zeker. Yo! Just droppen on the floor, je wil je. Oh, er zitten er boven in. Ja, daar zitten twee boten in. Oh, nee, er zit één topeentje en een bootje in. Oh, nee, dan hè. Leg hem in de bak, hè. Als je het zo wil spelen. Ja, ja, ja. Zal ik een. Ik heb hier een kanister. Zal ik die hem even losmaken? Ja, hè? Dat is goed, hè. Dan zal ik ondertussen. Mijn kannetje. Even. Ik heb hier een prachtig blik, vintage oil. Dan gaan we even de schwielen, de motor in knikkeren. Oh, natuurlijk gaat het ernaast. Ja, dat is. Was het fit? Oké. Okay. Nou, we hebben de. Wat? Something wrong? Oh. Problems? We moeten spelen met de slangen, hè? Mm-hmm. Ah, jongen. Dude. Lukt dit? Mm-hmm. Nou, hè, hè. We zijn er hoor. Nou, het kraantje is er. Die gaan we eventjes opbouwen. De zijklep kapot maken. Ja. Zijklep, die apparaat dingens. Apparaat is. De rechter is apparaat dus omhoog is, kom eens. Goed. Je moet dat pinnetje eruit trekken. Ja. Dat pinnetje moet eruit. Ja. En dan moet je hem zakken laten, hè. Die gaat niet langs een jeep af, denk ik. Oh, juist. Ik weet precies hoe ik dat neerzet. Ja. Nu moet je het gaatje vinden. Oh, wait. Oh, no. Moet even de boom. Do not use this one. We moeten de boom verlengen. Hoogje hebben we dit in. Nou, met draaien. Mind the pain? Oh no, it doesn't matter anymore. Oké, okay. Nou. De kijkers willen natuurlijk kijken hoe dat gaat. Niet? Ja, probably not. Heb je nog iets dichterbij, Schakel? Sure, laddie. Boeg, pumpen. Pomp op de motor, pomp het op. Hé,
And we've got liftoff again. Nou, hij is weer weg. Waren we zo blij dat hij erin lag. En is hij weer eruit. Maar we hebben wel hele shiny motorsteunen nu. Huh? Oh man, chic. De dokter zei wel nog dat we even moesten checken of het hoofdlager crunchy was. En duwen en draaien. Ja. Ja, ik voel wat... crunchiness, dus zet maar niet meer op. Kan er ook nog wel bij. We hebben hem eventjes hier neergezet. Dan kan die eventueel... Deze week kan die al naar de dokter toe, hè? Toch? Ja. Tired? Of it? Or... Tired of it, ja. Oké, okay. Aftiteling dan maar, hè. Dus... De motor is er weer uit. Ja. As planned. Ja, as planned, ja. Textbook edition trouwens. Huh? Ging vrij vlot. Ja. Mannen zijn net... Acting like a pro. Ja, mannen zijn net 2 uurtjes weg. Hij zei dat hij het alleen kon in 4 uur. Dus 2 uurtjes voor 2 man. Netjes. We doen het ervoor, hè? Ja. Ja. Hij kan... een deze dagen kan hij naar de dokter gaan en dan zien we van daaruit wel weer verder. Ja, het is helaas, het is niet anders. Hè? Vind je het nou leuk om dit ons te volgen en onze flauwekul en vooral onze mislukkingen te zien? Wij vinden het in ieder geval verschrikkelijk. Nee, flauwekul natuurlijk. We vinden het ook leuk als jullie kijken. En we zouden het vooral leuk vinden als jullie hier onderin ergens in de tekst een comment geven. Ja. Subscribe op het kanaal, dat kan, ik denk, hier? Ja, daar. Deze ja. Knop kan dat? Ja, en ik altijd, vergis me altijd, het is of daar, daar die knop, een rode, of hier een knopje, daar. En geef ons een duimpje, vinden we hartstikke leuk. Zet het belletje aan, dan mis je niks, want af en toe komt er iets nieuws uit bij ons. Meestal op zondag hebben we een video, of ja, eigenlijk altijd op zondag, hè? Ja. Een videootje. En ja, mocht je iets specifieks willen zien. Ja, mocht je iets specifieks willen zien. Gooi het in een comment. Ja, bijvoorbeeld ook iets. Als we aan een andere auto werken, zoals je net zag. Ja, dan ja. Op ons kanaal hebben we meerdere video's staan die je misschien wel leuk vindt. Over onze Austin die hier staat. Ja, over die gesproken, daar moeten we eigenlijk ook nog een keer aan de... Eigenlijk wel, ja. Aan van werken. Want hij gedraagt zich als een echte Engelsman. Hij gaat overal... gaat hij iets achterlaten. Vloeistofjes. Nee. Zo moet dat, hè. Daar moeten we iets aan doen. Dan hebben we al iets aan gedaan. Dit jaar. Toch? Begin dit jaar eigenlijk? Hm? Ja, ik ben met mijn denken of ik dit jaar dan was. Dan zei je weer. Maar het heeft niet geholpen. Tenminste, zijn kant niet. Aan mijn kant lekte niet. Totdat, ja, eigenlijk heeft best lang... Hij heeft het lang volgehouden, maar nu begint voor jou lekt heel snel. Nee. Maar goed. Vind je het nou leuk om bijvoorbeeld ook een oude DAF te zien? Onze eerste 2 video's, dat ging over een DAF EA126, oftewel een WAP, Weapon Carrier. Kijk daar ook eens naar, als je dat leuk vindt, geef daar ook een duimpje op. En we hebben nog meerdere video's over een Jeep en Fiatjes en van alles. Dus wij zouden het leuk vinden als jullie daar op commenten en liken en zo. Nou, tot de volgende keer maar weer, zullen we zeggen. Hè? Bedankt voor het kijken.
Een goedenavond. En een goedenavond. Bye bye. Doei.